Dan gaan we nog even naar de speeltuin Peewee in Postert. Want daar hebben een aantal meisjes een wel heel bijzondere plek uitgekozen om een nestje te beginnen. Dat koolmeisjes een bijzondere plek kunnen uitkezen om een nestje te beginnen, dat was al bekend. Maar dit nestje koolmeisjes zit op een wel heel bijzondere plek. De beheerder van de speeltuin in Postert, Peewee, ontdekte het nestje in de wip. Kom, ga ik eens searchen. Dan ga eens kijken waar zitten die. Ja, dan komt de geluid uit de wip. Ja, dan zie je dat die deksel er ontbreekt, wat eigenlijk opbeurt. En dan kijk ze erin, hè? Ja, daar zitten dan de jongen in. Hè? Ondanks dat dagelijks vuile kinderen gebruik maken van de wip, heeft dat de koolmeisjes niet wil houden om in de buurt van de wip een nestje te beginnen. Dinsdagochtend maakte de beheerder van Peewee deze foto's. Het duurt ongeveer 3 weken voordat de meisjes het nest zullen verlaten. Dus heel lang zullen de jongen niet meer in de wip zitten. En als je naar de foto's kijkt, dan zie je ook dat ze al behoorlijk groot zijn. Die vliegen vandaag of morgen vliegen zoet. Als dat moment is aangebroken, zullen de beheerders van Peewee erop toezien dat er even niet gewipt wordt op dit bijzondere nestje.